Hoi, ik ben Florian en ik studeer in Leiden, een stad waarvan alles te doen is. Zo ben ik nu op de Nacht van Kunst en Kennis. Een avond vol met optredens en mini-colleges door het centrum van de stad. Straks ga ik ontdekken wat licht met je bioritme doet, bij een lezing van Joke Meijer in het bekende gebouw De Oude Sterrenwacht. Joke Meijer is hoogleraar neurofysiologie in het LUMC, het Universitair Medisch Centrum van Universiteit Leiden. Joke, waarom zou je aan de Universiteit Leiden studeren? Ik denk dat het leuk is om in Leiden te studeren, omdat het een overzichtelijk stadje is. Je komt heel veel studenten tegen buiten de universiteit. Dat geeft een heel goed studentenleven. Het is natuurlijk een hoge kwaliteit over het algemeen van alle studies. Ik vind het zelf mooi dat er oude gebouwen zijn, een oud academiegebouw, dat je voelt dat er historie zit in deze stad. Het is mooi dat er heel veel verschillende studierichtingen zijn. Dat vind ik ook bijdragen aan de kwaliteit van een universiteit. Het is heel makkelijk te bereiken. Het ligt in een interessant gedeelte van Nederland, vind ik zelf. Een bruisend deel van Nederland. Met korte lijnen naar Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Delft. Waar komen jouw studenten zoal terecht na hun studie? De mensen die dan bij mij onderzoek hebben gedaan, die gaan vaak graag door in onderzoek. Dat kan bij de farmaceutische industrie zijn, maar het kan ook zijn aan andere universiteiten. Sommigen gaan naar het buitenland, naar Oxford, sommigen gaan naar Straatsburg. Je ziet het, als je studeert aan Universiteit Leiden kun je overal terechtkomen. Bovendien is Leiden een leuke en levendige studentenstad. Ben je benieuwd wat de Universiteit Leiden jou te bieden heeft? Meld je dan snel aan voor een voorlichtingsdag en ontdek het zelf.